Dit is dus de score van net. Nou, ik heb leuk nieuws te vertellen. Nou, ze hebben gewoon een rode loper voor me uitgegooid. Bij Chanel, dan weet je het wel. Nou, mijn nieuwe huisdier. Ik heb nu al 3 dingen. Ik ben 2 minuten binnen. Ik ben aangekomen in Antwerpen. En het komt, ik had vanochtend een afspraak in Gent. Ik zie gelijk deze winkel. Zo leuk, wat een leuke dingetjes. Oh, ik denk dat ik dit eens eventjes naar binnen ga. Want het is ook een winkel waar ik echt verrast ben, waar ik normaal niet zo snel zou zien. Hallo. Kijk nou. Wat een mooie dingen. Ja hoor, ik word helemaal blij. Prinses Queen. Wat is dit dan voor iets leuks? Wat leuk allemaal. Heel blij van. Kijk dan deze rok, hoe leuk. En elastiek. Mooi glitter elastiek. Dus dat zou kunnen passen. En mijn favoriete merk. Oh. Allemaal printjes en mixjes. En kijk dan. Nee, het is niet jakkie. Het is heel leuk. Ik had een hele leuke blouse. Oh. Ik zou zeggen, doe eens gek. Hè? Sparkling all the way. Oh, dit is echt zo'n winkel als je hier binnen loopt. Alleen maar inspiratie. Zo leuk. Allemaal gekke mixen. Ik wil niet meer werken. Dat is de eerste winkel die ik binnen ga. Zo, ik ben even wat verder gelopen. En hier ben ik eigenlijk gelijk bij de End Order Stories. Vind ik ook altijd heel erg leuk. Ik zit in Nederland natuurlijk ook. In Utrecht en Amsterdam. Maar ik moet je zeggen, ik zie niet altijd iets leuks. Maar ik ga wel heel even kijken. Dat je gelijk dit ziet, hè. Zo mooi. Zo'n mooi topje. Die ziet niet goed, maar het is heel mooi groen. En, oh, kijk daar, leuk. Dit vind ik een hele leuke jurk. Kijk, dit zijn ook van die lekkere truitjes. Ze zijn super dun, dus echt op je skin. Er zit ook mega stretch in. Dus die past gewoon eigenlijk altijd wel. Maar heel mooi om ook weer onder een andere trui zo te dragen. En dat was diezelfde wat ik net die pop in het groen liet zien. Oh my god. Het is toch helemaal fantastisch. En ik had het over dunne topjes. En guess what? Die moet ik gewoon hebben. Kijk dan, fantastisch. Wel heel grappig, want het zijn alleen maar hele kleine maatjes. Maatjes 34 en maatjes 36. Dus fingers crossed of ze nog heeft. Ik ben bang dat het niet helemaal gaat passen. Ik denk dat er niet veel van die ruit overblijft, zeg maar. Ik ben het shirt niet gaan passen. Ik heb een foto gemaakt van het kaartje, dus ik heb de code. Dus ik ga even online kijken. Kijk nou hoe mooi die gelaagdheid is. Hier ook, hetzelfde topje, hetzelfde printje. En hier ook weer. Oh my god, die zijn toch helemaal fantastisch. Dit is toch te leuk, dit. Ik zie nog wat heel grappig. Die wil je toch hebben? Brief opener. Ik loop eigenlijk gelijk hierop af. Dit is toch te leuk. Wauw, ik ben dus bij Another Stores. En kijk nou. Wat heb je een fantastische jas aan. Dankjewel. Ja, het kon ook niet anders dat het vintage is. Hè? Ja, ik vind altijd de tofste dingen. Staat je echt fantastisch. Heel mooi. Nou, ze hebben gewoon een rode loper voor me uitgegooid. Nou, een van mijn favoriete winkels altijd hier is Essentiel. En ja, hij zit ook in Nederland. Hij zit namelijk ook in Den Bosch. Maar ik was hier altijd heel erg blij van. Kijk dan. Zo leuk. Zo zacht. Altijd leuk. Kijk dan. Nou, kennen we de Pink Panther nog? Dat is toch helemaal fantastisch. De Essentiel heeft een samenwerking met ook de Pink Panther. Oh my god. Dit, ook al wil je niet passen, hier wil je altijd passen. Kijk dan hoe leuk. Kijk, daar zie je die rok.
En dat is deze. Kijk dan. Dit is toch ook helemaal leuk. Kijk dan, hoe leuk dit broekje is. Nee, je ziet het niet goed, maar kijk dan. Oh my god. En die zijn er dus ook in andere kleuren. Die ga ik sowieso eens proberen. En van die broek hebben ze hier dus ook een jasje van. Dus die ga ik me zo eventjes erbij hangen. Om dadelijk ook te proberen met die broek. Ik begin even met het jasje, want die kan ik gewoon over mijn gewone kleren nu aandoen. Nou, ik ga hem aan. Maat 46. Dat is echt wel heel grappig. Het is echt wel een heel grappig jasje. Jibbedabbedoe. Nou, ik heb de broek aan. 48. Ja, ik heb toch echt pluskuiten. Ook hier zit het strak. Zo, ik heb nu eigenlijk dezelfde broek. Alleen dan in maat 46. Met het jasje erbij. Dat is toch zo leuk. Ja, ik blijf natuurlijk het kuitprobleem houden. Nou, ik heb nu eventjes hakjes aangetrokken. In de hoop dat die broek wat beter zal zitten. Ja, ik heb printjes. Dat is natuurlijk zo leuk. Nog een pak, hè. Oh-oh. Echt een heel leuk printje. Maar jij ziet het. Ik mis eigenlijk 15 centimeter. Nou, ik heb deze ook even gepakt. Ik weet, het kan een riskantje zijn. Maar ik wil hem toch even aanzien. In maat 46 trouwens. Nou, ik denk, ik ga even out of the box. En ik heb deze ruitenjurk aangetrokken. En dat is bij mij altijd een beetje zo van, wel of niet. Het staat wel, maar het is meer dat ik denk, wordt het niet te ouderlijk. Zeg maar, dat is een beetje mijn gevoel hierbij. Ik vind wat een hele mooie trui. Zo'n klassiek, maar mooi, tijdloos. Supermooi. Nou, mijn nieuwe huisdier. En zo zachtjes. Super grappig. Maar weet je, ik ga gewoon naar... Even naar mijn winkel. Weet je? Gewoon eventjes bij Chanel langs. Oh ja, en L'Adresse zit natuurlijk ook in Nederland. En ze gaan sinds kort dus ook tot en met maat 44-46. Maar ik heb het nog niet getest. Hoe tof die combinatie. Och, doet me denken aan mijn eigen lakjas. Ik kan niet wachten om die weer eens aan te gaan doen. En natuurlijk Marina Rinaldi. Kijk dan. Oh, hoe vet die jas is. Zo tof. Hoe sexy is die jurk. Oh my god. Coat crush. Aangekomen bij de Xandra's. En hier zie je dus ook... Oh my god. En dat huisdiertje in een pantenprint. Oh my god. Ik ga hier helemaal los. Oh, dit is echt zo goed. Helemaal geborduurd. Hier heb je echt drie stijlen in. Sporty, flower en animal. Die is ook te gek. Ik ben nu natuurlijk in de gewone Xandra's winkel. En de winkel is natuurlijk sowieso veel groter. Oh my god, ik zie zoveel mooie dingen. En dat is het voordeel dus van in-between zijn. Ik kan van twee wereldjes snoepen. Kijk dan. Zo tof. Oh, en hier zie je ook echt dezelfde items. Zie je die jurk. En ook die blouse heb ik net bij de Golden collectie gezien. Deze vind ik echt zo mooi. En die is er dus ook in donkerblauw. Kijk, hier heb je hetzelfde jasje. Nou, hier zie je die trui wat ik net ook zag. Erg mooi hoor. Deze is zo mooi. Nou, er hangt nog een 44 van. Dus die ga ik sowieso eens even passen. Oh, die vind ik echt heel leuk. Het is ook zo'n heel dun truitje. Dus die over weer onder kan dragen. Van de Studio Line. Zo leuk. Kijk man, leopard. En zo'n gek robot Star Wars ding. Hoe cool. Deze dan. Oh. Nou, niet echt voorspelbaar, toch? Wel een hele mooie mix van printjes. Nou, ik heb nu de 44 aan. Maar dat is toch een beetje te klein. 46 is er niet meer. Het zit trouwens wel een beetje stretch in, dus dat is wel lekker. Ik heb nu de blouse aan. In maat 44 is trouwens de grootste van de studio collectie. En hij past gewoon.
Zo leuk. Nou, gelukkig was de maat 46 er ook nog. En die zijn natuurlijk helemaal perfect. Ik ben gewoon weer verliefd, hè. Kijk nou. Die kleurencombinatie is gewoon zo fantastisch. Dat bruin met die fel. Oh. Ik denk dat elk woord te min is voor de uitleg van deze trui. Zo, ik heb nu het kantentopje aan. Dat is ook zo mooi met die roesjes. Gelukkig een huidkleurige BH. Misschien te veel opzichtigheid, zeg maar. Hier in het Belgische is toch ietsje prutser dan in Nederland, hè? Zo, mooi topje. Nu is het inderdaad een huidkleurige BH aan. En eigenlijk zie je dat niet eens. Nou, ik heb de jurk aan. En hij past, zie je, in 44. En dit is echt de shape. Taillering, elastiek. Hier zit hij precies op mijn heup. En ja, een gekke mix. Maar dat vind ik dus super grappig. Hier ook met korretje. Je ziet, je kan dit ook zelfs los laten hangen. Maar erg leuk. Dus dan maak je eigenlijk van een hobby jurk, gewoon een fashion jurk. Wat je zelfs met sneakers kan dragen. Nou, ik ben gewoon echt helemaal verliefd. Maar ook gewoon hele gave dingen. En heel fijn dat ik dus bij beide winkels eigenlijk kan shoppen. En als je denkt van nou, het valt net wat te klein, ga ik gewoon naar de Gold. En denk van wauw, ik vind een hele gave trui. Of iets anders of iets groter valt, maakt niet uit. Kan ik het gewoon bij de gewone lijn passen. Dus... Nou, ik ben eigenlijk gewoon veel te lang Xandra's geweest. Waardoor het nu 5:40 is. En ik ga alle winkels wel om 6:00 dicht. Dat vind ik enorm balen. Maar wel een reden om nog een keer terug te komen. Nou, gelukkig zit de Meijer om de hoek. Dus ik kan er even naar gaan speed shoppen. Nieuw look is helaas niet meer in Nederland, maar wel hier. Dus daar ga ik even snel kijken. Oh fijn, studenten krijgen 20% korting. Oh. Oh my god. Niet waar. En ook nog tapperd. En 18, ja, die ga ik natuurlijk passen. Oh my god. En dit is geen jurk, maar een jumpsuit. Ik heb nu al 3 dingen. Ik ben 2 minuten binnen. Nee. Nou, het is gelukkig staan in de rij. Maar ik heb me nooit zo snel moeten passen als nu. Dus het was gewoon 2 minuten werk. Maar goed, ik weet wel wat ik wel en wat ik niet meeneem. Ik heb nog nooit zo snel in een winkel geshopt en eigenlijk ook mezelf zitten ophypen. Dan kan het toch maar 3 minuten of zo. Wel wat gekocht. Maar dat je denkt dat je niet later spijt krijgt, dat je denkt te veel meegenomen of juist te weinig. Nou, hier staan mijn tasjes en dit is dus de score van net bij New Look. Nou ja, de Meijer natuurlijk. Daar ben ik eigenlijk vandaag dus niet echt geweest. Nou, en grappig, in Nederland heb ik alle Primarks of Primarks wel gezien. Maar deze in Antwerpen ben ik nog niet binnen geweest. En het mooie is, deze is dus wel open tot 7:45. Fashion is fun. Oh, grappig, ik heb bij deze Primark eigenlijk wel gelijk een heel internationaal gevoel. Alsof ik echt in het buitenland ben. Ik weet niet waar het aan ligt, maar misschien de opstelling of zo. Of gewoon mega groot. Ik vind het echt... Ik heb gelijk het Londen gevoel eigenlijk. Ik zie veel andere dingen, maar ook heel veel dezelfde dingen natuurlijk. Maar ik weet niet, de manier van hoe het gepresenteerd is, is lijkt wel anders of zo. Gewoon helemaal verrast. Nou, in deze straat begon ik vandaag aan de shopavontuur in Antwerpen. En eindig ik ook. Helaas veel te weinig shops gedaan en gezien. Reden om terug te komen. En conclusie tot nu toe. Is echt wel in between the proof. Nou, ik ben aangekomen in Venlo. En ik denk, ik ga toch even wat filmen hier. Omdat ik in deze stad eigenlijk nooit kom. Maar ik moet je zeggen, het voelt meer als Duitsland. Ik geloof dat ik Duits reden moet hier in Venlo. Dus eerst even België en dan even over de grens. Maar toch niet over de grens. Maar veel Duits wordt ook echt op ingespeeld. Dus ik ben heel benieuwd of ik dat ook in de winkels ga terugzien. Oh, en dan zie ik gelijk dit, hè. Oh my god, ik ben echt niet van bon, maar
Fantastisch. Dit vind ik ook helemaal leuk. Kijk dan. Ik zie er alleen maar leuke dingen. Jurkjes. Een toffe rok. Oh my god. En hoeveel slang kan je bij elkaar zien? Te grappig. Oh, hier is een sporty. Het is echt best wel grappig. Dat zie ik nooit. Juist leuk op een heel sexy rokje. Kijk nou. Wat een leuke jurk is dit. En die shape is echt goed. Dit is wel een H&M'tje. Dus er zou een grotere maat moeten zijn. Oh, dit bootje is wel echt bontje. Dus dat doe ik niet aan. Ik ga deze jurk even proberen in maat ML. Fingers crossed. Nou, ik heb leuk nieuws te vertellen. Nee hoor, ik ben niet 6 maanden zwanger. Ja, maar hij zit echt net te hoog. Ik was al verbaasd dat hij past. Ik heb nu deze aan. Dat is natuurlijk echt voor mij echt een tuniekje. Dus ik zou of een riempje erbij moeten doen. Maar heel grappig. Zie, die modellen zie je echt heel veel nu. Maar je weet hoe ik over tunieken denk. Wonder Woman, bestaat dat nog? Grappig, ik zie echt heel veel van die echte Duitse invloeden hier. En vooral aan de schoenen wel. Grappig van die All About Shoes winkeltjes. Maar wel een typische smaak ofzo. Ik kan het niet helemaal beschrijven wat dat dan is. Wat me wel opvalt, echt super grappige, leuke boutique-achtige winkeltjes. Dat vind ik wel heel grappig. Nou, dit is hier toevallig boutique, maar dat vind ik wel heel leuk om te zien. Oh, en heel veel van dit soort dumpachtige winkels. Kijk, dit is ook zo'n winkel die ik dus niet echt ken. Maar volgens mij is dat wel, ik ken de naam wel, want het is echt van bestseller, waar ook Vera Moda en Villa en zo van is. Dat is wel grappig, ik denk, ja, je herkent het ook wel gelijk. Kijk. Oh, leuk. Oh, die is gewoon van Only. Oh, mooie kleurtjes. Kijk, wat een leuk winkeltje. Ik word hier heel blij van. Ja, je snapt natuurlijk wel. Dit. Oh, ik zie nu dat het aan elkaar vast zit. Oh my god, wat cool. Zeg, een vest met streep en leopard print. Erg leuk, erg leuk. Ik zie je ook zo'n hele leuke laagjes maken. Van een kanten top. Dat is een hele grof gebreide trui. Grappige winkeltjes, kijk dan. Dit is ook heel leuk. Lekker ruiken. Wat grappig. Ook een hele leuke winkel. Ja, je hebt natuurlijk allemaal verschillende merken. En dit is nou echt zo'n winkel. Dan ga ik dan maar niet naar binnen, want zelfs die handschoenen passen mij niet. Tijd om naar richting Breda te gaan rijden en weg te gaan uit Venlo. Mooi gebouw. Conclusie Venlo. Er zitten een paar leuke winkeltjes in. Ik was nu aan de kant waar niet de Duitsers zaten. Een paar leuke winkeltjes, of het de moeite is. Weet ik niet zo goed. Maar goed, wel leuk om weer eens even te zien. Nou, ik ben natuurlijk gaan shoppen en ik laat je zien wat ik gekocht heb. Je ziet het al. Bloesje van Xandra's. Met die robotjes en leopard mix. Zo leuke, verrassende combinatie. Ik kon niet anders dan dat ik hem meenam. Zo leuk. Ik heb hem nu dicht, maar ik kan het ook gewoon heel mooi opdragen. En ik heb nog meer. Nou, wat zit er allemaal nog in die tas? Ja, dat ga ik je even zien. Even kijken. Deze mooie kanten blouse. Heel mooi blauw. En heel vaak kies je dan voor zwart. En ik dacht van nee, deze vind ik juist heel mooi in het blauw. Maat L. En ja, hij is wat transparant. Ik had hem in de winkel natuurlijk aan met een huidkleurige BH. Ik moet nog even kijken of ik dat zo inderdaad ga dragen. Of gewoon een zwarte BH eronder. Dat kan natuurlijk ook. Maar heel mooi. En ook die mooie ruffles. Deze blouse is trouwens ook een L. Dus ik had dat toch echt wel de grootste maat nodig. Kijk, nog even een aantal dingen. Deze is echt de score van de dag in Antwerpen, vind ik zelf. Kijk dan hoe mooi die print is. Kleuren. Hals is wat wijd, dus ik doe daar waarschijnlijk sowieso een of zo'n mesh top onder. In diezelfde kleurtjes. Even kijken wat. Ik kan zelfs gewoon een leopard printje onder in de bruin. Hoe gaaf.
gave trui, heel gaaf op een rok of op een high-waist broek, moet ik even kijken. Ook een large of een L in deze trui. Dus dat was mijn score van Xandres. Ik ben natuurlijk ook nog gaan speedshoppen bij New Look en... Dit is de schade. Een hele tas gevuld met dingen die ik dus eigenlijk binnen, nou ik denk 5 minuten echt totaal geshopt heb. Begane grond, snel naar boven gegaan en weer terug naar de kassa. Nou, ik ben echt zo snel door die winkel moeten gaan. Uiteindelijk heb ik allemaal dingen gepakt. Onderstukken moest ik echt gaan passen. Mocht officieel dus niet zeggen, nee, oké, 2 minuten. Dus ik heb heel snel die broeken gepast. En guess what? Die heb ik ook meegenomen. Kijk. Die ruit, wat ik al eerder wilde. En dit is een tapered model. Heel gaaf. En ik ben blij dat ik hem gepast heb. Want het is altijd maar de vraag of die inderdaad passen. Alles bij New Look gaat tot en met maat 18. Dus is een beetje een 46. Zo valt hij ook echt. Ja, deze valt ietsje ruimer. Maar inderdaad, in de winkel dus, in België alleen, is die maat 46 dus nog, die 18. Online kan je natuurlijk gewoon de Curve shoppen, de Tall collectie en de Petit. Wat heb ik nog meer gekocht nou? Zo mooi. Deze top. Dat is eigenlijk geen top, maar een body. En ik had al eerder zo'n body, want normaal vind ik het altijd tricky, dat soort dingen te kopen. Ik heb best wel een lang bovenlijf. Maar deze is net als van Love's Rope. Kijk, die doet mega veel stretch in. Dus ik heb geen problemen dat deze dan te kort is. Natuurlijk kan je die altijd wat los laten hangen, maar kijk hoe mooi. Ik ben echt klein om die aan te trekken. Ik ga het goed doen, ik ga deze aandoen. Meteen aangetrokken, kon het toch niet laten. Eén nadeeltje is dat die mouwen wat strakker zitten. Waardoor die bij mij wat kort zijn. Maar goed, what's new in my life? Wat heb ik nog gekocht? Oh! Ja, het is echt heel erg. En echt zo'n item waarvan ik denk, ga ik hem überhaupt ooit aandoen? Maar come on. I'm a sucker for this print. En het is een wielrennersbroekje. Bij de pijp ietsje wijder. Ook aan maat 18. Ik dacht, ja, ik grijp deze gewoon. Ik denk, ik grijp hem gewoon mee en... Ja, maar dat is het nadeel. Of ik, ja, misschien ook weer het voordeel. Als je zo snel in de winkel moet zijn, word je zo van helemaal hysterisch. En dan grijp je het gewoon uit de schappen en neem je mee. Alsof het van niks was, weet je wel. Dat je denkt, oké, ik heb 5 minuten speedshoppen. Gratis. Moet. Nou, niet alleen die broek wilde ik passen, maar ook dit gave broekpak. Ik dacht eerst dat het een jurk was. Maar hoe gaaf is deze? Oh, en ik weet gewoon, ik zal hem misschien dit jaar niet eens meer dragen, want het is meer een zomerpakje. En dus inderdaad een heel gaaf jumpsuit, maar het lijkt meer een jurk. En ik ben met me denken, als ik dat, ik kan natuurlijk mijn panties doen. Wordt vaak een beetje suf. En met laarzen weet ik het ook zo net nog niet. Dus ik moet nog gaan kijken hoe ik die überhaupt ga combineren. Maar come on. Die wil je toch gewoon niet wegdoen. Het is zo'n fantastisch ding. Ook weer 18. Viel echt wat ruimer. Dus I'm a happy girl. Deze blouse. Kijk dan hoe gaaf deze is. Een soort van afgeleide van een dierenprint. Zou eigenlijk heel goed onder dat rode Miss Ethan pak kunnen. Maar kijk hoe tof. Gave kleur met zwart ook. Is ietsje kort. Een beetje een boxingmodel. Waardoor die wat wijder valt. Dus zelfs maat 48 boven zou dat heel goed kunnen hebben. Enig is dat die mouw niet heel extreem ruim is. Dus daar zou je op kunnen letten. Maar verder is het gewoon echt eentje die heel veel kan. Ja. Die veel mensen aan kunnen. Zelfs met een iets grotere maat. Dit is echt een item waar ik de twijfels een beetje over heb. Dit is deze pantalon. Die heb ik gekocht vanwege die prachtige kleur. Kijk dan hoe mooi. Heel mooi bij het model. Kan ik ook echt hoog dragen. En... Maar hij zat beneden een beetje vreemd. Want het, ik weet niet, ik denk dat het gewoon niet netjes helemaal geperst is of zo. Dus de plooien staan een beetje de verkeerde kant op. Dus daar moet ik even op letten. En ik ga kijken met wat voor schoen ik die kan dragen. Maar dit zou zo'n item zijn als ik daar iets meer tijd over voor had gehad. Om die goed te bekijken in de paskamers. Had ik hem wellicht toch weer teruggehangen. Maar goed, ik heb hem meegenomen. En, of ik ga
moeten we heel snel terug naar België. En anders houd ik hem wel gewoon. Want hij was 25 euro. Nog even kijken wat ik ermee ga doen. Nou, ik was toch bij Another Stories. En ja, maatje 34 en 36 in zo'n mashtop. Daar bleef niet zo heel veel over. In maat 42 was hij gewoon online. En guess what? Hij is binnen. En hij was eigenlijk de dag daarna al binnen. En ik ben natuurlijk een hele week zo wat weg geweest. Ik ga hem nu ondertussen even openmaken. Het was de eerste keer dat ik überhaupt iets besteld heb bij hun. Ik heb al ooit schoenen gekocht. Maar kleding verschoot zo eigen gewoon niet. Dus surprise, surprise. Of het gaat passen. Maar oh my god, wat is het toch een gave. Gave top zeg. Oh, zo mooi. Ik ga het maar even proberen. Ik ben zo blij mee. Hij is en ook lekker lang. Daar hou ik erg van. Hij zit perfect. Ik had dit inderdaad nooit aan kunnen doen in maatje 34. Want deze zit ook maar net aan eigenlijk. Maar hoe gaaf. Ook heel mooi dat colletje. Oh, ik ben heel blij. Kijk wat die kleur ook doet. Zo te gek. Ja, dit wordt wel erg eentje die de winter veel overuurtjes gaat maken. Dus erg blij. Ook van mezelf dat ik hem toch online heb besteld. Nou, ik heb nog iets gedaan. Ik bedoel, nog iets besteld uit het buitenland. Namelijk Uterkuje. Ik weet niet of ik het uit moet schrijven. Uterkuje, weet ik veel. Is namelijk het oudere zusje of het duurdere zusje van Zara. Ik ben enorm fan van dat merk of die winkel. En ze zitten helaas sowieso niet in Nederland. In België zaten ze voorheen wel. Daar ken ik het ook van. Maar ook van gewoon uit Spanje. Guess what ik besteld heb online. Yeah, yeah. Oeh, ik ben zo blij. Mooie zwarte doos. Daar zitten ze in. En guess what? Ja, het zijn schoenen. Van die zomerschoenen. Oh my god. Ik ben al zo lang op zoek, hè. Naar beige of bruinachtige sneakers. Nou, kijk. Nou, hoe te gek. Ik heb voor de zekerheid 42 besteld. Ik zit meestal zo ertussenin. 41, 42. Maar hoe tof. Ik zit al helemaal voor me onder een gave jurk. Maar ik hoop wel dat ze passen. Dus ik ga ze gelijk even proberen. Nou, ik ben blij dat ik maar 42 heb genomen. Want die zitten eigenlijk precies goed. Nou, ik vond het zelf heel erg leuk om mee aan soort andere merken te shoppen. Die juist in het buitenland waren. Dus in België en de rand van Duitsland. Sneakers uit Spanje. En dat vind ik juist wel het leuke. Je wordt echt veel meer verrast door winkels die dus niet in Nederland zijn. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden, dat jullie geïnspireerd zijn. En al deze items kun je natuurlijk ook gewoon online shoppen, dus je hoeft niet per se te gaan reizen. Maar reizen is wel veel leuker. Tot de volgende keer.